Burgemeester Koen Schuiling ziet tijdens Oud en Nieuw het liefst ook geen kabit. Dat zei hij tijdens een persconferentie over de huidige situatie omtrent het coronavirus. Eerder werd al bekend dat er geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken. Aanstaande maandag in het Veiligheidsberaad met alle voorzitters van alle veiligheidsregio's moet er nog over kabit gesproken worden. Maar Schuiling heeft een stevige voorkeur. Er is wel een trend bij kabitschieten om het elk jaar groter te maken. Dat zien we ook. Hè. We zagen 10 jaar geleden dat het nog gewoon met een melkbus ging. Nou, en ik zei net in het RBT, tegenwoordig zeg maar, ja, maar een melkbus is toch ook zo'n ding wat op een voertuig achter een trekker staat. En daar zit ook een deksel op. Nou, die beelden van vorig jaar op RTV Noord en OogTV hoef ik natuurlijk niet te herhalen. We zagen wat er gebeurt, grote oplopen. Mensen gaan toch dicht bij elkaar staan en dat blijft onder alle omstandigheden heel onverstandig. Vaak staan er ook wat kratten drank bij. Volgens mij zit daar geen limonade in. Het lijkt op bier. En na verloop van tijd heeft dat ook een heel ongewenst effect, want dat socialized. Dus als je gewoon even een loodrechte vertaling maakt van wat zijn nou de aanbevelingen en wat geldt op 31 december in ieder geval nog, 1,5 meter afstand, lukt dat met kabit? Nee, lukt niet. Dat weten we. Dus gewoon niet doen. De burgemeester ziet voorlopig ook nog niets in regionale maatregelen, in regio's waar het coronavirus minder actief is. Omdat in een aantal regio's in ons land men nog steeds in een hele ernstige gezondheidssituatie zit. En dat kan zomaar weer opflakkeren na kerst en oud en nieuw, als we daar allerlei versoepelingen zouden hebben. Ik ben daar best bezorgd over, gelet op de toonzetting hier en daar, dat we dan weer een opleving krijgen. Of anders gezegd, zoals ik het net in het RBT uitdrukte, je gooit de kerstboom met 3 koningen eruit en op het moment dat de deur open staat, komt corona binnen. En dat lijkt me nou niet het leukste kerstcadeau wat je elkaar gunt. Schuiling vindt dat de Groningers zich goed aan de maatregelen houden, maar ziet ook nog verbeterpunten. Wel enige zorg hebben we over de drukte in de winkels en in de winkelstraten. En zeker met de drukke decembermaand in het verschiet doe ik nog weer eens een keer de oproep om het fun shoppen echt terug te dringen. Winkel alleen. Ga alleen naar buiten voor je noodzakelijke boodschappen. Ga niet met z'n tweeën. Blijf in de buurt winkelen. En vermijd ook drukke momenten in de winkelgebieden. Jos Rietveld van de GGD schoof ook aan. Hij vertelde dat Groningen een van de weinige regio's is waar de afgelopen weken het aantal coronatests toenam. En de reden voor de stijging hier, die ligt echt in de start van de XL-locatie vorige week maandag in Martini Plaza. Per dag doen we daar nu zo'n 500 voornamelijk sneltesten. En we zien dat dat in zekere zin een soort aanzuigende werking heeft. We vinden dat helemaal niet erg, omdat dat in ieder geval erop wijst dat mensen een lage drempel ervaren om dat te doen. En na wat aanloopproblemen is het ook zo dat we inmiddels binnen een paar uur meestal de uitslag wel bij de geteste persoon digitaal thuis hebben, om het zo eens te zeggen. Het bron- en contactonderzoek, hè, wat wij in oktober hadden we het zo druk dat we dat niet helemaal op de manier konden doen zoals we dat het liefst willen. Dat doen we inmiddels weer wel, volgens de regels van de kunst. Dus we bellen de nauwe contacten en we nodigen ook de contacten daaromheen. Geven de mensen de adviezen die daarbij horen. En we zijn in ieder geval blij dat we dat ook weer goed op orde hebben. Met de GGD als totaal gaat het eigenlijk best goed. We hebben 250 man extra in dienst voor bron- en contactonderzoek en testen. Het verzuim is lager dan vorig jaar. De spirit is goed en dat houden we ook graag zo.